Hallo lieve YouTube vriendjes, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Bas M. Ik ben een soort van de Enzo Knol uit Zwitserland. Ik maak dagelijks vlogs die over van alles kunnen gaan. En op dit moment vooral sport. Waarom? Ik ben namelijk nu 14 dagen geleden, twee weken geleden, begonnen met mijn 66 dagen workout challenge. Dit houdt in dat ik elke dag, 66 dagen lang, één vorm van sport doe. Voor degenen die mijn laatste vlog hebben gezien, zagen dat ik een beetje een dipje had gisteren. Ik had de video opgenomen en daarna kwam ik er pas achter dat het gewoon Black Monday was of whatever. De meest depressieve maandag van de maand. Dus dat verklaarde een hoop. Ik heb gisteren nog een lekker wandelingetje gemaakt van een kilometertje of 4. Niet echt een workout dus. En vandaag kreeg ik me toch in één keer weer volle motivatie om op weg te gaan naar de sportschool. Yes! Ik ben dus nu op weg naar de fitnessstudio waar ik een push workout ga doen. Ik heb op dit moment een deload week, dus ik doe iets lagere gewichtjes, omdat ik last had van mijn knieën en mijn onderrug. Maar we gaan er gewoon volle bak voor, ook al is het iets lager gewicht. We gaan gewoon iets hoger in de herhalingen zitten deze week. En dan uiteindelijk weer opbouwen naar een 3x10 schema. Afgelopen weken heb ik namelijk een 4 tot 6 reps gedaan de hele tijd, maar echt flink hoog in mijn gewicht. En nu dus de deload week en vanuit daar gaan we dus verder high rep voor hypertrofie. Ik zou zeggen, geniet van de video. Ik hoop dat het niet al te druk is op de fitness, zodat ik gewoon ook een beetje mijn workout kan filmen. Dit is natuurlijk voor jullie ook interessant om te zien. Dus, see you later!
Zo, trainingsdag nummer 14 zit er weer op. Ik ben blij dat ik gegaan ben en dat ik niet heb opgegeven, al zag het er gisteren wel zo naar uit. Ik heb mijn trainingsgewicht naar beneden aangepast, maar de herhalingen wel omhoog gegooid. Hierdoor ging de training veel lekkerder als normaal. Ik heb geen klachten gehad, geen last van mijn onderrug, geen last van mijn knieën, niks. Ik heb natuurlijk ook een upper body push workout gedaan. Maar ook tijdens het bankdrukken de laatste keren voelde ik toch mijn rug. Het voelt lekker. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik niks heb gedaan. Ik heb mijn spieren namelijk genoeg getraind. Ik heb nu namelijk ook zo'n zware schouder. Ik kan amper mijn telefoon optillen. Maar goed, ik heb het dus volgehouden. Ik raad jullie aan dit niet zelf thuis na te doen. 66 dagen aan één stuk is trainen aan één stuk is niet te onderschatten. Het is echt heftig. Wat ik jullie vooral wil meegeven is luister naar je eigen lichaam. Zoals ik nu dus ook doe. Als het te zwaar wordt, ga niet op dat tempo door. Pas je trainingen aan. Daardoor blijft het leuk. Houd je het goed vol. En voorkom je blessures waardoor je dus nog langer uit de rit ligt. We hebben het gezien, gisteren één dagje iets rustiger aan en vandaag kunnen we weer vol gas geven. Ik zou zeggen, tot morgen waarschijnlijk een hardlooptraining. Zo, daar gaan we weer. Woensdag 17 januari, trainingsdag nummer 15. En op trainingsdag nummer 15 gaan we weer hardlopen. Hardloopsessie nummer 5 alweer van dit jaar. Het gaat lekker. De vorige keer in 24 minuten tijd 3,6 kilometer afgelegd. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden. Ik weet niet of jullie het zien. Het sneeuwt hier al de hele dag. En net was heel even een beetje blauwe lucht. Ik denk, ja, nu moet ik er gelijk voor gaan. Maar nu sneeuwt het alweer. De grond is nog niet koud genoeg, maar jullie zien hier op de struikjes en op grasveldjes blijft het goed liggen. Ik heb me goed warm aangedaan. Ik heb handschoenen bij die ik dadelijk ga aantrekken. En dan gaan we zien hoe het gaat. Ook in deze barre omstandigheden. Barre winterweer. Ik zou zeggen, geniet van de video. We zien ons straks weer terug met een review van hardlopen in de sneeuw. Zo, de eerste 10 minuten zitten er weer op. Het gaat goed vandaag. De sneeuw heeft zich weer veranderd in een mooie blauwe lucht. Ik moet zeggen, die koude, die gure wind, die nemen me wel een beetje de adem weg. Mijn vingers zijn ook een beetje koud, ondanks deze sexy handschoenen. Maar verder gaat het prima. Net de tussenstand was 10,4 km per uur. Dus het gaat al harder als de vorige keer. Ik ben benieuwd of ik dit ook tot het einde vol kan houden. We gaan het zien. Oeh. 9,6 km per uur. Dat is iets gedaan qua sneller dan spin. Dat is normaal. In ieder geval weer 0,2 km sneller dan vorige training. Mijn benen beginnen een beetje zwaar te worden. Nu zijn mijn motivatie in mijn oor dat motivatie de sleutel tot succes is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie thuis gemotiveerd te blijven om dat te doen wat jullie doen. Laat het me weten hier beneden in de reacties. Zou ik erg op prijs stellen. En wie weet motiveert het mij ook wel. We maken deze training even lekker af. Nog 5 minuten gas geven. Ik zie jullie na de training. Boom! Yes, yes. De 24 minuten training zit er weer op voor vandaag. En we hebben weer een nieuw recordje. Zoals jullie van mij gewend zijn. Ik stel jullie niet teleur. 24 minuten. 9,5 km per uur. Dat is weer 0,1 km per uur harder als vorige training. En hierbij heb ik 3,8 kilometer afgelegd. Dat is zelfs 200 meter meer als de vorige keer. De vorige keer had ik natuurlijk nachtdienst. Maar ik ging echt wel lekker vorige keer hoor.
voelde beter als deze keer. Het begin van deze training was erg koud. Op het eind van de training, of eerder op 2/3 van de training, kreeg ik een beetje zware benen. Maar die heb ik er gelukkig weer lekker afgelopen gewoon. Let's go, hè. We hebben het weer gehaald. De training zit er weer op. En morgen, maar heel even kijken. Ik denk morgen weer een lekkere training in de sportschool. Kijken hoe het gesteld is met mijn onderrug. De deadlifts laat ik even achterwege. En die doe ik dan inruilen voor een paar core stabilisatieoefeningen. Dit houdt in gewoon isolatieoefeningen voor de onderrug. En vooral de buikspieren die ik al een tijdje niet getraind heb. Ik zeg alweer bedankt voor het kijken. En we zien ons morgen.